We zijn hier bij Tuschinski, prachtige Tuschinski, mooiste theater, veel theater van Nederland. De première van Brimstone. Brimstone is de nieuwe film van Martin Koolhoven. En Martin is heel belangrijk geweest voor de Nederlandse film in de afgelopen jaren. Want mede door zijn inzet is er 20 miljoen extra gekomen voor de Nederlandse film. Andere landen hadden hele gunstige regelingen, zoals België en Hongarije. En veel Nederlandse films werden niet meer in Nederland opgenomen, maar in het buitenland. En dat ging ten koste van onze werkgelegenheid. De Nederlandse filmindustrie dreigde gewoon te verdwijnen. En we hebben samen met D66 ervoor gezorgd dat er 20 miljoen extra is gekomen voor de Nederlandse film. En daar heeft Martin Koolhoven een hele belangrijke rol aan ingespeeld. Dus vandaag zijn première. En het is vandaag eigenlijk een hele mooie dag voor de Nederlandse film. Want vanochtend hoorden we het nieuws dat Paul Verhoeven met L twee Golden Globes heeft gewonnen. Vandaag de nieuwe film van Martin Koolhoven. Goede regisseur. Heel benieuwd. Een western, Martin Koolhoven. We gaan het zien.